Iedereen klaar? Nou, welkom allemaal. Mijn naam is Ben van den Burg en jullie snappen dat dit mijn methode was om hier binnen te komen. Hè? Want nu we dit gehad hebben, internet is het meest effectieve en efficiënte advertentiemedium, gaan we het over schaatsen hebben. Want dat is, misschien kennen jullie me nog van schaatsen. Ik heb vroeger geschaatst. De ouderen weten dat nog, de jongeren niet. En waarom? Ja, mijn bekende Nederlanderschap is natuurlijk zo naar beneden gegaan de laatste jaren. Dus afgelopen winter vroegen ze me voor Dancing on Ice. En ik dacht, nou, dat gaat een boost geven, dat ga ik doen. Dus ik vroeg heel veel mensen advies, moet ik nou meedoen met Dancing on Ice of niet? En toen vroeg ik, ik train meisjes van 13, 14 jaar met schaatsen. Dus ik vroeg aan die meisjes, moet ik meedoen? En toen was dat meisje vroeg aan mij van, ja, maar met welke bekende Nederlander ga jij dan schaatsen? Dus het was wel mooi dat je ziet, dat loopt naar beneden. Uiteindelijk heb ik haar advies opgevolgd. Ze zei van, nou, dat kan je beter niet doen. Dus het zit hier, dus dit was mijn manier van binnenkomen. Maar ik zal ook nog iets over internet vertellen. Ik ga jullie niets nieuws vertellen. Want nieuws is, ja, weet je wel, knowledge, dat zegt niet zoveel. Ik heb hier een studiegenoot, zit in de zaal en jij kan je nog herinneren. Wij waren met z'n tweeën in Washington en een van de verhalen die ik herinnerde, vond ik een fantastisch verhaal, was van een professor uit Mexico en die vertelde van, jongens, knowledge, het zal wel. Ik heb gevraagd aan een boardmember van Cisco, waar gaat het nu eigenlijk om? Wat voor mensen neem je aan? En die Cisco boardmember, misschien weet je het nog? Die zei van, nou, toen ik 30 was, was het knowledge belangrijk. Je moet van Harvard komen, dan ben je iemand die ik in mijn team wil hebben. Maar toen ik 40 was, was het, nou, knowledge is leuk. Het gaat om judgment. Want als je de knowledge die je hebt niet kan beoordelen, dan zegt het nog niks. Toen ik 50 was, dacht ik, het gaat om character. Want als je geen character hebt, dan kan je het beoordelen. Je kan de kennis hebben, maar je kan mensen niet meenemen. Je kan geen verandering veroorzaken. Je kan het niet echt doen. Dus het gaat om character. En toen ik 60 was, kreeg ik door dat het om passion ging. Vanuit je hart de goede en de juiste dingen doen. Nou, dit verhaal sprak me heel erg aan, omdat ik dat met sport ook zelf heb meegemaakt. Je kan heel braaf trainen, je kan heel braaf je rondjes doen. Jullie kunnen heel braaf je campagnetjes inzetten. Heel fijn je marketingbudgetje kan je weggeven. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je juist beoordeelt en daarna het character hebt om ook af en toe iets anders te doen. En dan de passion hebt om echt de juiste dingen te doen. Dus ik ga niets nieuws vertellen. Het gaat om hoe wij met elkaar vandaag de knowledge die we allemaal hebben, want jullie lezen ook marketing facts en Frank Watching, hoe we dat gaan beoordelen en hoe wij met ons karakter daar fantastische dingen mee gaan doen. Dan moet ik hier naartoe lopen om naar de volgende slide te gaan. Oké, als je... Kijk, het hangt helemaal vanaf, denk je van, nou, we willen effectief en efficiënt zijn. Maar dat hangt natuurlijk van heel veel factoren af. Want wat wil je eigenlijk bereiken? Wil je gewoon brand awareness? Of wil je mensen direct tot actie over laten gaan? Kan dat überhaupt? Dus alsjeblieft, vraag jezelf af met een online campagne wat je wil bereiken. Spreek voor zich, maar vaak wordt dat toch vergeten. Nou, budget hangt natuurlijk vanaf. Als je geen geld hebt, kan je natuurlijk ook gewoon midden op de dam gaan staan. En je merk, als je naamsbekendheid wil, kan je gaan roepen. Wat je ook veel ziet, dat zie je natuurlijk met de viral campagnes, kost weinig. En dan heb je ook een methode. Kennis aanwezig, dan denk ik altijd van, je moet kennis hebben, maar soms is het te veel kennis. Ik heb, weet je, mensen vragen me van, ja, waarom zit jij nu ineens daar? En jij bent toch die schaatser? Nou, ik heb mijn scriptie ooit geschreven over de gesponsorde teksten van televisieprogramma's. Dat vond ik leuk. Ik denk, ja, want je hebt informatieve teksten, het journaal. En je hebt advertentieteksten. En ik denk, hoe krijgen ze nou voor elkaar dat ze net doen of je die auto niet moet kopen. En toch moet je die auto kopen. Zeg maar advertorials. Dus daar had ik mijn scriptje over wordt geschreven. En toen kwam ik, heb televisie gemaakt, toen kwam ik bij Vodafone terecht. En toen moesten wij, over kennis gesproken, toen moesten wij een game in de markt zetten. We moesten een nieuwe game verzinnen. En wij hadden hele moeilijke, ingewikkeld een game met verschillende levels. En dan moest jij vandaag, moest jij iedereen op gaan bellen en dan had ze jou gebeld. En dan moest jij ook iedereen weer opbellen, maar dan moest je opbellen, moet je een sms achter. Nou, veel te ingewikkeld. Vaak is er ook kennis te veel. Uit heel veel onderzoek blijft, keep it stupid and simple. Houd het makkelijk. Wat is technisch mogelijk? Kan je de juiste mensen targeten of niet? Spreekt voor zich. Als je geen techniek hebt, kan je ook weinig. Nou, we gaan door met de communicatiedoelstelling. Dit herkennen jullie natuurlijk.
We willen wat veranderen. Eerst kennis. Als je niet weet wat het is, dan gebeurt er niks. En ineens weet je wat het is. Dan heb je, is dat het? Nooit van gehoord. Nou, en als je het eenmaal heel goed weet, dan kan je je gedrag veranderen. Ik vind het echt, vind ik fantastisch dat bijvoorbeeld die IBM-founder, die zei van, joh, die computers, misschien zijn die 45 of zo, 10 computers in de wereld en uiteindelijk zijn er iets meer. Dus dat vaak kost het even om je houding te veranderen en uiteindelijk gedrag. Dat kost wat tijd, dat kost wat moeite en uiteindelijk ga je kopen. Nou, hier herkennen jullie het AIDA-model in. Gewoon Wikipedia, marketing, vul maar in. Maar ik dacht, ik neem het er even bij dat dat weer wordt uitgebreid. En deze factor, weet je, dat je de juiste persoon op het juiste moment target, dat die tevreden is. Als ik jullie afpis hier vanmiddag, weet je, dan is het voor jullie moeten tevreden zijn. Attentie, ik weet niet of dat al gelukt is. Nou, de interesse is er sowieso, want jullie houden natuurlijk van dit vak. Overtuigend, dat moet nog blijken. Jullie verlangen natuurlijk naar meer, dat komt allemaal nog. Actie, nou, dat zien we wel wat er zo gebeurt. En dan uiteindelijk tevredenheid. Nou, mooi. Dan gaan we naar de volgende. Dit vind ik altijd een mooie. Waar gaat dat geld nou uiteindelijk naartoe? Ik had er een mooie cirkeldiagram van kunnen maken. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Want jullie houden, net zoals ik, van tabelletjes en cijfertjes. Dit zijn de bruto bestedingen in Nederland. Nou, het valt jullie natuurlijk gelijk op. Wat? 2,7 miljard naar tv? Dat is toch belachelijk? Denk, ja, klopt dat? Ja, ik zie mensen knikken. Die hebben van, ja, dat kan toch helemaal niet. Het is toch veel effectiever om dat allemaal op internet in te zetten. En dan zie je toch vaak traditioneel. En dan vroeg ik, ik vertelde over Vodafone. Dan vroeg ik aan dat meisje dat 30 miljard mag uitgeven per jaar. Wie mag er hier in deze zaal per jaar meer dan 30 miljard aan promotie uitgeven? Ik zie niemand, want zoveel bedrijven mogen. Wie meer dan 10 miljard? Ook niemand. Ja, ik ga niet lagen, want voor minder doen wij het niet natuurlijk met z'n allen. Nee, zeg maar, en ik zeg, waarom zet je nou niet meer online in? En wat was haar antwoord? Wie weet dat? Enig idee? Haar antwoord was, het is zo'n gedoe. Het is, weet je, ze kunnen, weet je, want ze hebben natuurlijk hele andere, die mannen en vrouwen die dat mogen uitdelen, die hebben hele andere incentives. Weet je, die worden op hele andere dingen beoordeeld. Die willen gewoon dat budget over de balk gooien. Is makkelijk met televisie. En dan natuurlijk, als je de doelstelling hebt, gewoon brand awareness, is het daar mooi. Maar heb je preference bijvoorbeeld, kan je al denken, is televisie de meest geschikte. Dus meer factoren waarom dat wordt beoordeeld, dus dat is de incentives van de managers en of het een gedoe is of niet, bepaalt ook vaak die verdeling tussen de verschillende mediumtypes. Mooi zeg. Vragen tussendoor? Iemand mag ook een andere vraag zijn, hoeft helemaal niet over dit te zijn. Als je nieuws vanmorgen hebt gevolgd en denkt, wat zeiden ze nou? Weet je, Gert-Jan Dreugen dood? Ja, dat heb ik, bedoel, als je daar een vraag over hebt. Kan zomaar, maar dat hoeft niet. Dan gaan we naar die consumptie, ik heb het al een beetje over gehad. Wie gelooft, even vingers, wie gelooft de IAP? Dat 20% internet is en 36% tv. Vingers, wie gelooft IAP? Niemand. Oké, okay. IAP valt dus af. Wie gelooft de STEER? Ook niemand. Nou, dus iedereen gelooft spot. Dus jullie denken allemaal dat 59% van jullie tijd besteden jullie dus aan tv kijken. En 17% aan internet, radio 15% en tijdschriften lees ik al een 2. Nou, mooi. Dus dat is jullie verhouding. Nou, ik geloof er niets van. Ik geloof, als ik het, ik geloof die. En ik snap het wel. Kijk, spot heeft natuurlijk heel veel belang om die tv hoog te maken. En dat zie je in al die onderzoeken. Kijk, ik ben dol op onderzoekjes lezen. Maar je ziet altijd weer de belangen van die mensen. En het moet natuurlijk, je moet moeilijk objectief, want je hebt weer andere bedoelingen uiteindelijk. En die man die hier bij Spot werkt, die moet ook zijn hypotheek betalen. Weet je, en die heeft ook, net wilde hij toch die nieuwe auto en die krijgt een nieuw kindje. En dan snap ik dat hij dat doet. Maar hij moet proberen om ook het grotere doel te zien. En dan vragen jullie af, wat is dan uiteindelijk dat grotere doel van dat hele online advertisement effectief maken? Er is maar één hoger doel. En dat hoge doel is, maak het voor die consument zo goedkoop mogelijk. Op dit moment doe ik, dat komt nog, maar ik loop er vast vooruit.
doe ik mobile advertisement. Nou, als je de barriers, ik vertel het alvast, als je de barriers van mobiel internet gebruikt, is nummer 1, het is zo'n gedoe. Oh jongens, de user interface, dat werkt toch niet, de klein scherm, nou noem allemaal maar op. En nummer 2 is dat het gewoon te veel geld kost. Dus wat is er nou mooier, hogere doel, als wij de adverteerder laten betalen en de consument die kan gebruiken. Denk eens, nou het is gratis, meer gebruik en dan zijn we allemaal blij. Dus dat moet die man die hier zit in zijn zielige kamertje met dat zielige kleedje die naar de televisie zit te kijken, die veel te vroeg kaal is geworden, die moet dat ook snappen. Die moet snappen, ik heb een hoger doel dan alleen maar dat ik eigenlijk een nieuw bankstel wil. Is niet slim. Kijk, en deze hebben dat al iets meer door. Die denken, nou, dat kinderen een mooi game spelen op internet, dat klopt. En zij, ja, als je een Duitse krant gaat lezen, dan begrijp ik het sowieso niet. Goed, bereik in Nederland, internet, nou, bekende cijfers natuurlijk, ik weet 13 miljoen stijgen licht van 2005 naar 2006. Wat voor aardigs kan ik daarover vertellen? Ja, ik las gisteren of vandaag, wanneer las ik dat? Dat Nederland weer 83% zit minimaal één keer per maand op internet, hoogste van Europa. Wat zijn we een fantastisch land. Dus allemaal tekens van, ga verstandig met je budgetjes om. Dat vind ik ook wel aardig, die verdeling. Hier zit zeg maar search niet in. Dus dit is alleen maar de verdeling van de display advertisement en ook e-mail. En search is niet de Google search. Nou, je ziet de traditionele buttons, banners, skyscrapers is populair. Want wat je heel vaak ziet, we kunnen fantastische dingen allemaal tegenwoordig. Maar dat gedoe van die Vodafone persoon, weet je, het is zo'n gedoe en daardoor gebeurt het vaak niet. Dus standaard inzetten werkt wel vaak. Vraag tussendoor? Nee? Nou, dat kan. Wat, nou, gewoon voorbeelden kennen jullie allemaal wel. En deze vind ik wel mooi. Ticket tape met Robeco. Hebben ze aardig gedaan. Oké. Webads. Ik sta uit naam van Webads hier, dus vergeet dat niet. Wij streven naar het grotere plaatje. Communicatiedoelstelling van adverteerders te vertalen naar succesvolle online toepassingen. Dus we staan hier. Hier heb je een adverteerder die denkt, hoe moet ik dit nou effectief en efficiënt indelen? Ja, ze weten het wel, maar het zouden vragen kunnen rijzen. Nou, dan kunnen wij dat effectief en efficiënt invullen. En aan de andere kant heb je sites. Het kunnen mobiele sites zijn, maar voornamelijk nu internetsites. En die denken van, ja, ik moet ook wat geld verdienen. Want als het advertisement model niet was gekomen, zou het internet ook nooit zo groot zijn geworden. Want wie had dat uiteindelijk moeten betalen? Dus daar staan wij tussen. Hier die schakel. We bereiken 5,6 miljoen mensen. Dat zeggen wij niet zelf. Dat zegt de STEER. Kantoren in Amsterdam, Milaan en Londen. En met 42 collega's. Mooi. Nou, dit zijn die sites in ons netwerk. Neem dit maar even goed op je... laat dit maar tot je doordringen. Dan ga ik een slokje drinken. Vind je het een mooie beurs? Mooie beurs. Leuk. Gewoon. Nou, ik ben een beetje rondgelopen. En volgens mij zijn die lezingen, nou ja, deze niet. Maar normaal zijn die lezingen volgens mij het aardigst. Dan hoor je wat, weet je. Alleen dat je in de rij moet staan en dan in die hitte moet zitten. Dat is zo irritant hoor. Dat lijkt me verschrikkelijk. Maar goed. Ik had ook nog geluk dat ik erin kwam. Want anders hadden jullie hier gewoon gezeten. Is ook wel leuk om gewoon 3 kwartier hier te zitten. Maar verder niks. En wat gaat er dan door je heen? Dat is toch een hele, hele belangrijke vraag. Wat gaat er dan door je heen? We hadden het al over die propositie van Webads. Ik ga even door. Dus omzet voor die uitgever. Nou, dat kan dus met die standaard producten, maar natuurlijk ook met advertorials. Dus iets bijzonder door producten. Wat wij doen, als je een site denkt, ja, ik moet toch wat geld verdienen. Kijk bijvoorbeeld, je bent een nieuwe site. Dan kijken wij naar de Metro bijvoorbeeld, of de pers. Metro, die al in, en Parool, die zit al in ons netwerk. Dan kijken we de afgelopen jaren, wat brengt nou zo'n pagina, wat brengt dat nou op? En dan kan je een mooie prognose maken voor dag of de pers, of zeg maar voor nieuwe sites. En uiteindelijk, als je dat goed doet, dan win je zelfs een spinnenwoord. Deze hebben wij niet gewonnen, helaas. Maar wat niet is, kan nog komen. Als je niet voor het hoogste reikt,
dan heb je het zeker niet. Maar goed, het hoogste, de weg ernaartoe is natuurlijk ook al mooi. En af en toe vallen en dan weer opstaan en dan weer doorgaan. Oké, een andere is advies. Vorige week, mijn collega uit Italië, want ik doe video en mobiel. Dus die vroeg mij, Ben, deze site, wat moeten wij hiermee? Ja, toen dacht ik ook, bouw je een site? Heb je de rechten van Giro d'Italia? En ik kan jullie verzekeren, ik ben gek op Giro d'Italia. Maar hoe lang houden zij dat vol? Als dit niet gefund wordt door de publieke omroepen? Geen idee, want ja, je kan nergens iets kwijt. Nou, hier zet je een pre-roll spot voor, maar dat is ook, weet je, dat is ook te klein. Dus dat is best wel lastig. Dus heel veel sites die hebben dat advies, zeg maar, nodig hoe je dat effectief kan maken. De derde is wat ik doe. De ontwikkeling van, zeg maar, naar overige media. Spot on, dat is, zeg maar, naar tv toe, naar digitale televisie en op de mobiel, zoals ik al zei. Ja, en dan zijn we allemaal blij. Mooi. Ik heb nog een slide. Dus dit is uitgewerkt spot on. Dat zie je weer. Traditioneel is nu 95% van de omzet op een videospot voor een video op internet is gewoon 15 seconden pre-roll. En je kan fantastische dingen doen. En je kan het, weet je, met een frequency cap, dat je niet de hele tijd, de commercial krijgt. Je krijgt maar één keer te zien. IP-targeting, dus je kan dat precies targeten op de juiste persoon. Maar wat opvalt, dat het vrij een standaard product is. En dat breiden we uit, maar dat is toch wel aardig om je te realiseren. Nou, uitgebreid rapportagemogelijkheden spreekt voor zich. Dit is een voorbeeld bij Filmfocus. En hier een companion banner, zodat je brand de hele tijd in beeld blijft. Nou, hier, ik had het al over die verschillende producten. We zien een ticket tape dat, zeg maar, mogelijk is. Een post roll, je hebt een pre-roll en dan heb je een post roll. Dan kan je games spelen, chat, dan kan je van alles doen. Zeg maar, verschillende. Nou, hier heb ik hem. 95, dus dit moet je heel goed realiseren. Zodat als je 30 miljoen te besteden hebt, dat op een goede manier weg kan zetten. Mooi. De potentie, ja, maar niet dit. Vind ik vond zo'n mooi plaatje. Ik dacht, oké, dan heb ik al mijn cd's. En nu moet je natuurlijk, weet je, iTunes, moet je al die cd's moet je in. En dan, ja, dat doe je toch. Of je vraagt je neefje of die al je cd'tjes in iTunes zet. Maar het is best wel veel werk. Ja, dat is hartstikke. Nou, ik dacht hoe dat automatisch in één keer erin. Ja, ik zag hem ook nog niet. Maar dat veel mogelijk gaat worden, daar zijn we allemaal van overtuigd. Ik vertelde al, het is allemaal IP-based. Dat is toch wel lekker, want je hebt, zeg maar, die persoon zit nu op internet. Herken je van, hij zit nu, als er een retourkanaal is, op zijn tv. Hij zit nu op zijn mobiel. En dan kan je dus de juiste advertentie serveren voor op het juiste moment bij de juiste persoon. Nou, wanneer volgt print, lijkt me lastig. Want een plug in je krant is toch moeilijk. Weinig interactief. En dan zie je natuurlijk om dat interactief te maken met sms-code. Weet je, dan kan je sms'en, krijg je informatie terug. Maar dat is een toch wel lastige ontwikkeling, hoor. Oké, dan hebben wij de potentie even in een schema. Dus wij werken met een ad management software. Dus gekoppeld aan die verschillende media, waardoor we de juiste heb ik al verteld dit, dus daar ga ik snel doorheen. Technisch mogelijk. Waar? Kijk, nou, ik zal hem gelijk door, want ik ga het verrassen. Ik ga die verrassing gewoon weghalen. Kijk, je wil een bepaalde uiting op een onderdeel van de site, op een bepaald tijdstip, waar gaat die komen? Nou, dan denk je van, weet je, eyeballs gaan vaak daarheen, weet je, de heat of a page. Nou, die gaat daar vaak heen. Maar ja, dat is net een lekkere foto waardoor je mensen blij maakt. Dus je zet hem bijvoorbeeld onder. En ja hoor, de landmacht. Die zoeken mensen. Dus de landmachtpunt, als jullie denken van, nou, ik vind het helemaal niks waar ik tegenwoordig in ben beland. En je wil bij de landmacht werken. Kan dat zomaar tegenwoordig. IP-targeting heb ik al iets over verteld. Wil ik kort houden.
Wij kennen het IP, je kan op een hogeschool zitten, op een universiteit of een bepaalde area. We hebben bijvoorbeeld met de ING, alleen voor de ING-bank, hadden wij een hele screen-ad voor de mensen bij de ING. Dacht van, huh? Ga naar de ING.nl en ik krijg dat. Er gaat iets mis. Nou, hadden we zo getarget. Heel fijn. Login data. Bijvoorbeeld Hives, weet je, er zijn die loginprofielen zijn behoorlijk goed, man, vrouw. Ze kan je ook weer iets beter targeten dan je normaal zou willen. En dat is belangrijk. Behavioral targeting. Dus dat je weet waar de mensen naartoe gaan en dan kan je... En weet je wat zo lekker daarin is? Weet je, ik krijg bijvoorbeeld geen Libresse reclame meer. En voor de vrouwen, wat is nou een typische mannenreclame die vrouwen niet willen zien? Moeilijk, hè? Vrouwen die zijn er toch veel meer open, vind ik dan. Die vinden alles best. Toch? Ja, zelfs VI. En wij zijn dan toch weer mannen iets beperkter. Nou, ik zei, ik ben dol op onderzoeken, maar soms kom ik onderzoeken tegen. Ik heb gewoon recent er even eruit gehaald. Invloed van omveld op de effectiviteit van campagnes. Ja, inderdaad. Als het een passende uiting is, dan vinden mensen het leuker. En is die minder irritant. En is die geloofwaardiger. En hij past beter bij het merk. En het is een beetje dat hele plaatje wat ik zei van die man die een andere doelstelling heeft. Weet je, dit is een beetje op het knowledge niveau, de basis. Maar wat ga je vervolgens met die onderzoeken allemaal doen? Nou, weer een onderzoek. Ja, rich media. Your added brand awareness neemt toe. Dat klopt, dat denk ik ook wel. Want ja, dat is vaak, hoe werkt dat beter? Als je met bewegend beeld en met geluid wordt geconfronteerd. Dat geldt ook voor awareness of the message association. En ze zeggen online video ads drive action. Mooi. En wie wil dat niet? Dan zit je dus in het AIDA-model op het eind waar we in het begin hadden. Wat is dit? Influencer site websites en web ads as greatest source. Ah, mooi. The greatest source. Wie had dat verwacht? Oh, nou het loopt al leeg. Dat gaat hartstikke goed. Bedankt voor uw aandacht. Goh. Doe ik mijn best? Nee, oké. Okay. Het kan gebeuren. Nou, uiteindelijk zijn we allemaal blij. Een groot bereik, specifieke targetmogelijkheden, helder inzage, resultaten. Laat het even op me doordringen. Wil je nog naar iets anders? Ja, kijk, ik heb nu heel veel gepraat. Maar ik ben wel heel... Weet je, en wat zeggen anderen daar nou van? Nou, we beginnen met Will Rogers. Kent iemand hem? Ja, die man van vorige eeuw. Wat was je? Hij was alles. Schrijver, tv gemaakt, van alles. En hij zei, one ad is worth more than a paper and 40 editorials. En dat vond ik zo grappig, dat hij zoveel geloof nog had in een ad. En editorials had hij nog, nou en ik ben mijn scriptie toen, ik dacht van, ik geloofde in editorials. Nou, je ziet tegenwoordig, weet je, is dat populair. Dus je ziet die switch in die 50 jaar ook in de advertisementhandel. Dan gaan we naar Adams. In de jaren 60 was het een advertisement guru. Millions of dollars worth of advertising shows such little respect for the reader's intelligence. Readers kan je gebruikers nemen. That it amounts almost to outright insult. Nou, die man, als die nu had geleefd, onzin. Want kijk, je wil helemaal niet meer insulten. Het ergste wat er is. Juiste advertentie bij de juiste persoon. En als dat misgaat, als je naar de telegraaf.nl en je schrik je helemaal kapot. Of ben ik de enige daarin. Ja, daar moet je toch zorgvuldig mee omgaan. Ja, maar het levert geld op. Ja, nou dat is de balans dat ik mee me rot schrik. En dat je nog geld verdient. En dat is heel lastig, maar dat moet je aanvoelen. En dat kan je dus niet in je knowledge doen. Dat is dus het character en passion. Dat is dus die derde stap die je moet proberen te maken. Nou, mijn held Marshall McLuhan, ken hem allemaal van Medium is the Message. Advertising is the greatest art form from the trend. Vond ik mooi. En als die man nu had geleefd, hè, hij had uit zijn dak gegaan. Die had echt gehad van, dit is, ik leef nu, hij leefde toen al in mooie tijd. Kijk nou hoe het nu is. Erik Smit,
We are trying to serve all potential users of targeted advertising. Nou, wie probeert dat niet? Proberen wij ook, proberen jullie ook, dat probeert iedereen. Hartstikke bedankt. Ja, er gaan allemaal mensen weglopen. Dus ik ga naar de laatste. Zijn er nog vragen of hebben jullie van, nou, ik vind het mooi geweest, ik ga lekker lunchen. Ik vind het hier te warm, ik ga weer verder. Vragen? Mag zomaar hoor. Mag ook hele andere vragen. Nee? Nou, dan hartstikke bedankt voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie het naar zin hebben gehad. Nog heel veel plezier op de beurs. En maak er wat moois van in de toekomst. Bedankt.